Kijkers van DVS-TV, allereerst allen een bijzonder goed jaar gewenst. Sportief, gelukkig en heel erg gezond namens DVS-TV. Naast mij zit een voor DVS-33 Ermelo, wel een heel bekend figuur. En die werd ongeveer in de jaren 50 lid van DVS. Wanneer was dat precies? Joop Bakker, u herkent hem. Ja, nou, ik werd lid ergens halverwege de 50 jaar, Piet. Toen voetbalde DVS nog bij Jan Amstra. En daar had het 2,5 veld. En op dat kleine veldje speelden wij met de pupillen. En daar ben ik begonnen als keeper. Als keeper? Als keeper, maar ik ben er gauw mee opgehouden. Want er zaten nog geen netten achter de doelen. En achter het doel, daar was een brede sloot. En ik lag meer die ballen uit die sloot te graaien. En toen we met 23-0 van VVOG verloren, toen heb ik gezegd, ik ga niet meer keepen. Hé, hey, die tijden die zijn voorgoed veranderd. 23-0 van VVOG, dat komt nauwelijks voor. Andersom misschien. Ja, nu wel. We zijn natuurlijk een stuk beter nu. Dat, ze kunnen niet aan ons tippen eigenlijk. Absoluut. We gaan gewoon even... Jij ook, toch? Ja, is goed. Joop, alleen maar praten als de microfoon voor je mond. Dat weet je, toch? Nee, maar dat zal ik doen, Piet. Ja, oké. Okay. Hartstikke goed. We gaan heel snel verder. Je bent een jaar of vier ben je buiten Ermelo geweest. En voor de rest ben je altijd verbonden geweest bij DVS. En zeer zeker heb jij je steen bijgedragen op bestuurlijk vlak. En daarom ben je ook zelfs erelid van DVS 33. Ja, ik ben zelfs erevoorzitter van DVS. En erelid. En DVS, maar dat is helemaal niet een verdienste. Want DVS, dat is mij met de paplepel ingegoten. Want DVS is bij me thuis opgericht. Boven het garagebedrijf. Dus, en dat lag op ongeveer 10 meter van mijn slaapkamer af. Dus in 1933 was ik er nog niet aan. Maar daar heeft zich wel veel afgespeeld. En DVS heeft bij ons thuis altijd, dat ging om DVS. En ik kom ook, moet je zeggen, ook nu nog niet van die naam af. Daar kom ik niet vanaf. Als ik soms, ik doe ook wel eens wat andere dingen. En als ik dan bij een ondernemer kom of zo, dan is het eerst wat ze zeggen, je komt zeker namens DVS of voor DVS. Maar ja, dat is niet altijd meer zo. Nou, en dan moet ik natuurlijk als verslaggever of als journalist of vragensteller natuurlijk gelijk het bruggetje maken. Want jij zegt van, dan kom ik bij een ondernemer. Want dat doe je momenteel na vele jaren voorzitterschap van DVS en in van allerlei commissies, et cetera, et cetera. Je hebt ook nog wel DVS een beetje samen met een commissie gered van wat ze... Niet zulke lekkere zaken. Maar goed, nu die afgelopen... Nee, daar gaan we het niet meer over hebben. Maar nu is het natuurlijk allemaal meer dan fantastisch. En je bent voorzitter van de businessclub. Voorwaar toch een belangrijk orgaan binnen een club tegenwoordig. Ja, ik ben blij dat je dat zegt. Want kijk, ook in het amateurvoetbal, op het niveau waar wij voetballen, daar bepaalt ongeveer de hoogte van het budget de plek waar je staat op de ranglijst. En ik durf eigenlijk te zeggen dat DVS op dit moment, als het daarom gaat, eigenlijk boven zijn stand staat. Niet als het gaat over de voetballers die we hebben, want... En dat hoor je overal. Ik loop veel op de golfbaan. Zoveel mensen als komen kijken op dit moment. En de geweldige goede pers die DVS heeft door de manier waarop ze voetballen en de beleving die erin zit. Dan is het, volop genieten. En dat is iets wat je eigenlijk dus met z'n allen wel moet koesteren. Maar inderdaad genieten. Maar jij maakt natuurlijk ook wel de andere kant mee. Want voor sommige supporters is het niet te verkroppen dat zo'n Ali Akla dan toch weggaat. Dat Mike Arends toch. En weer naar die vissers die net even wat meer centen hebben dan wij. Ja, maar dat zijn niet sommige mensen. Daar hoor ik ook bij, hoor. Ik ben ook altijd zwaar teleurgesteld als zo'n situatie zich voordoet. Ook wetende wat er...
buiten het gezichtsveld om allemaal gedaan wordt voor de knapen die bij ons voetballen. En helemaal natuurlijk als het jongens zijn die vanuit de club zijn gekomen. Dan is dat. Ik heb er tenminste altijd geen prettig gevoel bij. En soms, en dat is ook gewoon zo. De clubliefde. Zit tegenwoordig meer op de tribune. Maar dat is niet alleen bij ons zo. Dat is overal zo. En als je nu al kijkt wat er al aan bewegen is in de topklasse, maar ook in de hoofdklasse en zo, dan wat zich nou bij ons voordoet, want we worden natuurlijk ook wel een beetje gestraft door ons eigen succes. Daar loop je nu volop in. Maar ik heb pas geleden belde iemand mij op, een buitengewoon trouwe supporter. Alleen hij gooit er nog alles wat uit. En die zei tegen mij, kan jij mij vertellen waarom de jongens weggaan? Ik zeg, jongen, geld. Ik zeg, het gaat om geld. En wij doen ons stinkende best. We hebben al veel meer sponsors dan we in het verleden hadden. Succes trekt ook. Dat is heel duidelijk. Met name het laatste jaar. Hoeveel sponsoren zijn er binnen een jaar niet meer bij DVS gekomen? Er zijn het afgelopen jaar wel een goede 50 bijgekomen. En ook van buiten Ermelo. Ik heb vandaag nog weer een paar afspraken gemaakt van mensen die geïnteresseerd zijn om sponsor te worden. Kijk, ik vind het wel fijn dat je het eens vraagt, want daar wordt soms wel makkelijk over gedacht. En dat snap ik ook wel. Als ik zelf naar het voetballen kijk en dan denk ik, wat verdikke me, ja, er moet weer wat gebeuren. En kijk, er is een geweldige goede samenwerking tussen het bestuur van de vereniging en de businessclub. Ja, dat zie je nog wel eens helemaal misgaan, hè, bij bepaalde clubs. Want dan gaat ongeveer de businessclub het bepalen. Ja, en dat doen wij absoluut niet. Trouwens, is ook helemaal niet nodig. Want we hebben op dit moment, denk ik, van DVS hebben we een goed bestuur. En ik heb de nieuwjaarsreceptie genoten van de speech van de voorzitter. Dat vond ik echt grote klasse. Wij vonden het ook leuk om te lezen, inderdaad, hoor. Ja, maar als je het hoort, als hij daar gaat staan en hij zegt de microfoon doet het niet, want die deed het niet. En hij ging helemaal niet met stemverheffing. Was toch iedereen stil, omdat hij precies de goede dingen zei. En dat vind ik wel mooi. Maar, kijk, ik ben natuurlijk een beetje een oude zak aan het worden. En ik heb nog wel eens de neiging om het te vergelijken met vroeger. Maar dat is helemaal niet meer zo. En die fout moet je ook niet maken. Want de tijd is anders. Wordt anders geredeneerd. Club Trouw is er. Ik kom nog uit de tijd dat je eigen schoenen en je eigen shirtje moest kopen. Nou, kan je nagaan. Als je dat nu nog zou moeten als voetballer, dan ga je ergens anders voetballen. Ja. Wat het typisch is, aantal sponsoren en zo. Dan zou je misschien denken dat Ermelo, die heeft helemaal niet zoveel bedrijven. Maar er komen gewoon ook sponsoren van andere steden en dorpen. Ja, op dit moment halen we ze eigenlijk overal weer vandaan. Ja, ik moet van de week nog naar Nunspeet, omdat er weer eentje zit die waarschijnlijk sponsor wordt. Zelfs gisteravond op de nieuwjaarsreceptie bij de gemeente heb ik twee afspraken gemaakt voor sponsors. Kijk, laat ik het zo zeggen. Wij hebben bij DVS, denk ik, wat dat betreft de goede weg gekozen. We hebben eerst gezorgd dat de accommodatie en alles daaromheen goed was. Hoor je ook van alle voetballers, hoor je ook van alle trainers, dat het natuurlijk geweldig werken hier. Mooie accommodatie die we hier hebben neergezet. En we hebben eerst eigenlijk de boel op orde gemaakt voordat we zijn gaan roepen. Ja, we hebben eigenlijk nooit geroepen dat we naar de hoofdklasse wilden. Maar we zijn er gewoon dik verdiend terechtgekomen. Maar je moet tegenwoordig, wil je de sponsors hebben. En wij hebben geen hele grote sponsors. Het zou prachtig zijn als je ze had, maar het kent ook nadelen. Dat als er één zou stoppen, dan loop je in een recordtijd tegen een probleem aan. Maar wij koesteren de sponsors. En
Wij zorgen dat als ze hier komen, dat ze het ook goed naar hun zin hebben. En ja, we hebben al, ja, je moet alles twee keer bouwen. Kijk, als we het weer zouden bouwen, dan moest de businessruimte groter zijn, want die is nou al te klein. Maar ja, ze zeggen altijd dat je je huis ook twee keer moet bouwen voordat je het goede huis hebt. Ja, precies. Hey, Joop, als ik even mag onderbreken. Hè? Wat mij ook opvalt, ik spreek ze nu nou wel eens sponsoren. Onder andere Bert Ketelaar van Dorhout Mees sprak ik. Zeg, ja, ik ben ook wel een sponsor geweest van een andere club. Maar die redeneerde echt alleen maar één richting op. En niet onze richting op. Er werd niks fatsoenlijks voor ons gedaan. Weet je? En daar onderscheiden jullie je wel in, denk ik. Dat is wel een goede zaak. Ja. Ja, dat doen we met een heel stel mensen natuurlijk. En we kijken ook altijd, kun je interessante dingen doen met je sponsors. Nou, we hebben nou net het kerstdiner gehad bij Van der Valk in Harderwijk. Ja? En die mensen die doen dat voor ons. En zo hebben we veel meer van die dingen. We zoeken alles, maar het moet wel aanspreken. Hè? We zijn dit jaar zijn we naar Vliegveld Lelystad gegaan. Hebben we een mooie presentatie gehad. Ook voor de ondernemers goed om te weten als dat daar het vliegveld daar gaat komen. Dat ook economisch gezien voor de Noord-Veluwe wel het nodige kan betekenen. We zijn er ook als een ondernemer iets te vieren heeft. We zijn er ook als proberen er ook te zijn als er ellende is. Maar je moet het je sponsors naar de zin maken. Je moet ze koesteren, want ze geven wel hun geld ervoor. Heel belangrijk. Uit wie bestaat het bestuur eigenlijk? Zou je dat? Want ja, heel veel leden weten dat waarschijnlijk helemaal niet. Nee. Nou, dat wil ik graag zeggen. We hebben een dagelijks bestuur. Tineke Weren van de Weijer, zeg ik er altijd maar aan. Dat weet jij ook wel. Vroeger waren het wat de buren van je vrouw. Harry, natuurlijk een icoon van de club. Absoluut. Dat is op dochter Tineke overgeslagen. En die is secretaris van de businessclub. Hielke Sietsma is penningmeester. En Bonnie Wopper, dat is het feestnummer, die organiseert de feestjes. Verder is Martijn Hulsje, die doet veel aan de PR-kant. Regelt de hoeveelheid reclameborden en zo'n wand als achter ons zit. Aart Goossens zit erin en dat is een hele goede zaak om het contact met de vereniging goed te houden en over de gezamenlijke zaken te praten. En Geerling Hamstra zit erin, dat is dus de voetbalman die naar ons toe komt en zegt van ik heb voor het komend seizoen die en die begroting nodig, kunnen jullie dat waarmaken? En dat is nog wel eens. We doen het op deze manier. We hebben een convenant met elkaar. En daar staan de afspraken in hoe en wat. De vereniging vaart er wel bij dat wij op dit niveau voetballen. Doordat ze veel meer publiek krijgen. Nou, uit onze voetbaltijd, Piet, toen wij voetbalden, kon je nog voor 1,50 gulden naar het eerste komen kijken. Nou kost het 9 euro. Ik bedoel maar even. Ze voetballen ook veel beter dan wij dat deden. Dacht ik wel, hè? Veel beter. Maar het is niet te vergelijken. Maar als bij zo'n grote vereniging als de onze, zeg maar, als daar geen drive in zit en niet het beste ervan te willen maken, prestatief presteren, dan zak je als vereniging een heel eind weg. Dan doe je ook je opleiding voor je omgeving en niet voor je eigen club. Dus het moet elkaar versterken. Juist, Joop. Ik heb natuurlijk het een en ander aan vragen gesteld. Ik vond het een heel fijn gesprek en ik hoop dat er heel veel duidelijk is geworden. Maar misschien wil jij nog iets speciaals zeggen? Liefst een beetje kort, want anders dan houden ze het niet meer vol, hè, die jongens. En we moeten zo meteen naar huis, want het wordt straks zo glad als maar kan. Hè? Want het Weekjournaal verzorgt ook het weer. Ja,
Ja. Nou, dat het kort moet, zeg ik ook altijd tegen jou. Dus... dat klopt. Dus dat lukt ook aardig, Piet. Heb je me trouwens wat gevraagd? Ik heb geen idee. Het gaat bijna nooit vragenderwijs, maar een beetje als een gesprek, hè? Ja. We kennen elkaar langer dan vandaag. Maar, kijk, wat ik eigenlijk wil zeggen, mensen, DVS'ers, het gaat fantastisch. We hebben een geweldige, mooie vereniging. Maar niks gaat zomaar. En stel je nou voor, hè, dat we zouden promoveren, hè? We staan nu op de 7e plek. Dan komt er wat op je af. Hè? En of we dat kunnen waarmaken, dan moet er toch nog wel heel wat gebeuren. Maar als je het kan worden, dan moet je het doen. Absoluut. Joop, bedankt voor dit interviewtje, gesprek. Dank je.